Welkom bij het nieuwe seizoen van eSports. Mijn naam is Jeffrey Blackstone, beter bekend op Twitch als PeperTV. En we zijn vandaag op de militaire kazerne in Schaarsbergen. De komende 4 afleveringen maken wij kennis met het team van MCON, wat is uitgedaagd door het team van eSports Defensie. Zij worden gechallenged zoals fysiek als metaal, volgens de militaire regels. Het draait hier allemaal om inzicht, strategie, communicatie, maar vooral om samenwerken. Gaat het MCON lukken? Worden ze beter? We gaan het allemaal meemaken, we gaan het zien. In ieder geval, check it out, eSports Military Camp. Het eSports Defensie team bestaat uit de beste gamers van Defensie. Zij passen hun militaire skills en drills toe tijdens het spelen van de game en maken als geen ander de link tussen real-life acties en de game skills. eSports Defensie Military Camp. Heren, welkom op het tentenkamp bij de Luchtmobiele Brigade. Het tentenkamp waar iedere luchtmobiele militair zijn carrière is begonnen. Ik ben de sergeant Jorno en ik ga samen met mijn collega de sergeant-majoor Tom een mooi programma voor jullie draaien. Een uitdagend programma wat pittig voor jullie zal zijn. Een programma waar wij bij iedere militaire opleiding mee beginnen. Het smeden tot een effectief team. Daar heb je discipline voor nodig, kameraadschap. Daar gaan wij de komende tijd aan werken. Jullie zijn hier te gast en hebben ons aan een aantal regels te houden. Dit tentenkamp is regel nummer 1 dat alles in de looppas gebeurt. In en om de tent is alles hartstikke schoon. Dat houdt eigenlijk in dat je alles op dezelfde manier hebt neergelegd en dat het allemaal hetzelfde eruit ziet. We gaan beginnen met het inrichten van jullie tent. In de tent zie je een foto hangen hoe jullie uiteindelijk je bedje kunt gaan opmaken. 5 minuten, tijd loopt. Ben je thuis bij je Mark? Mijn naam is Jeffrey, ik ben 32 jaar, 15 jaar geleden hier bij de Luchtmobiele Brigade opgekomen en nu huidig doktersassistent bij de Koninklijke Marché. Ik speel het spel Counter-Strike en ik speel op het hoogste niveau de Global Elite. Mijn game nickname is Klits. Ik denk dat het weekend wel redelijk zwaar fysiek gaat worden. Ook is het wat minder slaap dan ik gewend ben, denk ik. Mijn naam is Andy Liu en mijn in-game naam is Chidi. De groene blokken zijn stoelen. Tassen en stoelen. Ja, dat klopt wel. Waar ik dit weekend misschien wel tegen aangelopen is dat ik mijn militaire vaardigheden toch weer moet gaan bijspijkeren. En daar komt het vooral omdat de Marché zowel politietaken als militaire taken doet. Ik ben Paul, algemeen hulpsprongambtenaar bij de Koninklijke Marché en werkzaam als digitaal rechercheur in Den Bosch. Mannen, mijn stopwatcher 5 minuten 46. 46 seconden geleden zouden we buiten moeten staan, zou de boel klaar moeten zijn. Ja? We gaan naar buiten. Ja. Ja, sorry man. Nou, tijd is tijd. En niet goed is opnieuw. We zijn nu ruim 8 minuten onderweg. Jullie hebben net wat tips gehad, maar het moet nu wel gaan kloppen. We trekken alles weer uit de tent, leggen alles daar waar het lag. 3, 2, 1, start. Hey jongens, opschieten, opschieten. Buiten, binnen buiten, binnen buiten. Go, 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 go. 1 minuut 25, maar volgens mij hadden jullie nog een vervolgopdracht. Ik denk dat ik dit weekend aan ga lopen tegen de strenge regels, wat ik van thuis uit niet per se gewend ben. Ik ben Koen de Geus, ik ben een scheikunde student en ik ben de coach van het MCON LG Ultra Gear Academy Team. Kussens, tassen, stoelen. Telefoons, jongens. Het is 4 minuten 53. Tijd gehaald. De reden dat wij hem strak aftrappen is om jullie gelijk vanaf moment 1 in de juiste mindset te zetten. Uiteindelijk gaat alles leiden met een beter team. Wij gaan zo meteen beginnen met een theorieles. Wat je daarvoor nodig hebt is pen en papier. Je loopt de tent binnen. Dan mogen jullie achter je stoel gaan staan. En ik ga op een gegeven moment naar binnen komen en vertellen wanneer je plaats kunt gaan nemen voor het eerste theoriegedeelte in dit programma. Mannen, gaan zitten.
Waar ik tegenaan kan lopen is dat we een stukje theorie hebben en ik ben echt een doener en ga liever het veld in. Ik ben Mika, ik ben werkzaam op de Zuidermeisheid Tromp bij de Koninklijke Marine en mijn gamenaam is Blue Eagle. Zoals gezegd trappen wij hem af met een theorieles. Kaart en kompas lezen. Een belangrijk item in onze militaire optreden. Uiteindelijk draait het erom dat je zelf weet hoe jij naar je aanvalsdoel moet komen. Dat je weet waar die locatie is. Dat je met arme middelen, een papieren A4'tje, met een simpel kompasje, jezelf heel makkelijk door het terrein in kunt halen. Wie van jullie heeft het nog nooit gedaan? Kaart en kompas lezen. Wie heeft het er nooit mee te maken gehad? Nou, mijn game skills zijn het lurken. En dat is eigenlijk dat ik altijd een beetje apart loop van de groep. Waardoor we meer opening krijgen of meer informatie hebben over de map. Ik ben Michiel Hartsuiker. Mijn in-game naam is Synex. En naast het gamen doe ik nog een hbo-studie en daar doe ik een specialisatie cybersecurity. Oké, vraag 1. Wat je met je groep gezamenlijk gaat opzoeken. Wat is de afstand van punt 2 naar punt 4? Dat was 830, 820. Als entryfragger loop je als eerste de bomsite op, probeer je de vijand uit te schakelen. En als je dan faalt, dan laat je je teamgenoten weten waar dat ze... Ja, de tegenstander moeten vinden. Ik ben Marc-Twan, werkzaam bij 13 Natres. Daarnaast studeer ik op de Fontes, software engineering. Mijn gamenaam is Safari. Zo, wat een heftig weekend heeft Amcon. Ze worden knijterhard op dit moment gedrild. Ze hebben al hun tent moeten ontruimen, opnieuw moeten opbouwen, hun telefoons moeten inleveren en nu krijgen ze les met kaart en kompas. En vannacht zien we wel waar ze gaan stranden. Ik heb er een hard hoofd in of het allemaal goed gaat komen, maar we gaan het meemaken. Ik ga nu snel weer naar binnen. De jongens krijgen zo een opdracht en we gaan lekker vlammen. Vanaf? 820. Zo. En? Vind je het lastig? Ja, heel lastig. Ja, dat is toch wel anders dan gamen, hè? Dit doe je niet bij gamen. Nee. Ja, dan heb je natuurlijk een radar die lekker met je meebeweegt. Hier niet. Nee, dit is totaal anders. Ja. Ik denk als ik buiten sta, ik zie dingen die ik... kan herkennen op de map, of op de kaart eigenlijk, is het makkelijk. Wat mis ik dan nog in dit verhaal? Stoplijn. Stoplijn. Dus wat zou je stoplijn in deze zijn? Als we op ander terrein terechtkomen dan de weg of het zand. Ja, hartstikke goed. Prima keus, goed gedaan. De overeenkomsten tussen het gamen en het militair zijn is wel het rollen verdelen. Iedereen heeft zijn eigen rol en doet zijn eigen ding en zo ben je een sterk team samen. Ik ben Laurens Slotaak, ik ben 19 jaar oud en ik studeer momenteel in Nijmegen en ik doe daar Artificial Intelligence. Oké, mannen, we gaan de les afronden. Om daarmee te beginnen mogen de tafels weer terug op de plek waar je hem vandaan hebt gehaald. Dan mag je zelf weer op de plek gaan zitten waar je net ook zat. Wat ik wil leren met het team eigenlijk in deze 2 dagen is dat eigenlijk gewoon teambonding heel belangrijk is. Dus dat we eigenlijk op elkaar kunnen rekenen als het nodig is en dat we kunnen hier goed leren. Mijn naam is David Engel. Ik sta beter bekend onder de naam als Dengel in Counter-Strike. Ik ben al sinds 2 jaar echt intensief bezig met het teamplay in Counter-Strike. En dat vind ik heel leuk om te doen. U weet straks hoe u van A naar B moet verplaatsen met behulp van een kaart en of een kompas. Wie weet straks niet hoe die dat moet doen. Iedereen vertrouwd met de theorieles om in de praktijk mee aan de gang te kunnen gaan? Dan gaan we de les zo afronden. Wat rusten. Het slaat lekker. Wat is jullie indruk van vandaag? Interessant? Zeker. Ja. Vind je het leuk? Vind je het zwaar? Vind je het pittig? Het is even wennen. Ja? Maar voor de rest, ja, het is wel heel leerzaam hoor. Ja, hè? Dan ben je wel bij elkaar als team. Ja. Zeker. Ja, zeker. Is ook goed voor de teambuilding, denk ik. Ja, ja, we helpen elkaar goed. Ja. Dat wel Ja, leuk man. Een beetje samenwerken. Ja, nog meer samenwerken. Ja. Maar nu in het echt. Ja, klopt. Nice. Zeker. Maar het bevalt goed.
Ja hoor, zeker nu is er nog allemaal te doen. Ik denk dat er morgen aangepakt wordt. We gaan er ons best op maken. Ja, succes nog even. Ja, dankjewel. Dankjewel. Slaap lekker zometeen. Ja, hier. Hey, slaap lekker voor ons. Slaap lekker. Zo, dit is alweer het einde van de dag. Ik ben kapot. Wij gaan lekker slapen. De jongens van het MCON-team denken lekker te gaan slapen. We hebben straks nog een leuke verrassing voor ze. Maar dat zie je in de volgende aflevering. Voor nu, slaap lekker. Ik ga lekker naar bed. Jullie zijn vrijwillig aangemeld. Dat kun je te laten zien wat je denkt in de gamewereld ook te kunnen. En dat zie ik nu totaal niet terug.